Wij willen met elkaar nog stilstaan, gemeente. En dat sluit een beetje aan bij de preek van vanmorgen over Psalm 51. Bij artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ja, die is er ook nog en die was nog niet af. En die komt niet af ook. Maar toch dat 25e artikel wil ik nog wel met u behandelen. En misschien, als ik nog eens een keer als gastpredikant kom, ja, dan nemen we misschien van de volgende artikelen ook nog wel eens één of twee. Wie zal het zeggen? Bij leven en welzijn. Nu artikel 25. Wij geloven dat de ceremoniën en de figuren der wet opgehouden hebben met de komst van Christus. En dat alle schaduwen een einde genomen hebben. Alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en de substantie daarvan in Christus Jezus, in welke zij haar vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen genomen uit de wet en de profeten om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer volgens zijn wil. En dat is dus dat artikel over het afdoen van de ceremoniële wet. Gemeente, Christus alleen, daar eindigt de artikel 24 mee. Het ging in dat artikel over de goede werken, over de heiligmaking. Maar we leerden daar dat we ook nooit op onze heiligmaking, op onze goede werken, moeten steunen of rusten. En waarom niet? Waarom moeten wij nou alleen op Christus steunen en rusten en niet op onze goede werken, zelfs niet op de vruchten van het geloof die de Heilige Geest in ons werkt? Waarom moeten we daar nou nooit ons heil in gaan zoeken? Wel, daarom niet, omdat het maar gaven zijn die wij zelf van God gekregen hebben. We hebben het van God gekregen. Ze zijn niet van onszelf. En bovendien, onze beste werken mankeren nog van alles. Dat ligt niet aan de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die de goede werken in een mens werkt. Hè, door vanuit Christus, hij neemt ze vanuit Christus. En de dagelijkse vernieuwing van ons leven, die werkt de Geest in ons uit. Maar het gaat wel altijd door ons heen, door ons boze hart heen. En dat bevlekt onze beste werken zodanig dat ze nooit aangenaam kunnen zijn voor God in zichzelf. Altijd moet nog het bloed van de Heer Jezus er overheen gaan, willen ze God aangenaam zijn. Dus wij kunnen in onze beste werken zelfs nog niet rusten. Wij moeten rusten in Christus alleen. In de zoen- en kruisverdiensten van de borg en middelaar. Denk aan het praatje wat ik net nog aan de tafel heb gehouden naar aanleiding van Psalm 103. Christus is in de eerste plaats de borg en de middelaar. Laat hij dat voor u zijn en blijven. Nu, ook in artikel 25 komt dat thema Christus alleen aan de orde. Alleen hier in een andere setting. Het gaat hier niet om Christus af te zetten tegenover de goede werken. Of om Christus af te zetten tegen mensen die de waardigheid van hun geloof als hun gerechtigheid beschouwen. Dat kan ook niet. Je kunt niet op de goede werken rusten, maar ook niet op de waardigheid van je geloof rusten. Ook niet op werken der wet. Hè, wettische werken die je doet om daar iets mee te verdienen. Daar kun je ook niet op rusten. Christus alleen. Maar hier is het front waar het over gaat een ander front. Het gaat er hier om dat we op Christus moeten rusten en niet op de ceremoniën der wet. Want die hebben afgedaan.
afgedaan, dat klinkt heel negatief. Afgedaan, u zult zeggen, ja, dat is zoiets als afgeschaft. Maar gemeente, zo is het niet. Uit het antwoord van 25, uit de tekst van 25, blijkt dat dat helemaal niet zo is. Er is niets afgeschaft. Alles is vervuld. En dat is heel wat anders. Afgeschaft, dat is weggedaan, weggegooid, in de kliko gedaan. Maar zo is het met de ceremoniën van de wet niet. Die staan allemaal nog keurig in onze Bijbel. Die zijn niet weggedaan en afgeschaft. Nee, daarvan weten wij dat ze in Christus zijn vervuld. Waarom heeft Guido de Breij dit artikel nou opgenomen in zijn geloofsbelijdenis? Ja, dat zal ongetwijfeld ook wel een beetje te maken hebben, denk ik, met de kerk van Rome. De kerk van Rome, die kent heel veel ceremonieën. Weet u wel, als u wel eens een keer iets van een Roomse kerk hebt gezien, hoe of dat toegaat in zo'n kerk, en ook alleen al hoe zo'n kerk er van binnen uitziet, dan is dat voor ons besef, ja, nogal een beetje potsierlijk. Nogal een beetje erg overdadig. We hebben dan het gevoel dat er veel tierenlantijntjes bij komen kijken. En dat is ook zo. Je hebt in een Roomse kerk wierook, wijwater, belletjes, kwasten, beelden. Je hebt priesters en een altaar. Men vereert er Maria. De paus wordt hoog geacht als Pontifex Maximus. Men houdt het celibaat in ere. Men heeft de geestelijkheid boven de leken staan, ver boven de leken verheven. Men kent het kloosterwezen. Dat zijn allemaal dingen die ons allemaal vreemd zijn als protestanten. Ons is dat allemaal even vreemd. Waar komen nou al die dingen, al die voor ons besef tierenlantijntjes vandaan? Nu, gemeente, die komen voor een deel uit het heidendom. De Maria-verering bijvoorbeeld, dat is een voortzetting van de verering van moeder aarde. Van een godin. De Pontifex Maximus, de paus, dat is ook een voortzetting van een Romeins gezag. Maar er zijn ook dingen die uit het Oude Testament. Die de Roomse kerk uit het Oude Testament heeft overgenomen. De priester. Het altaar. Eigen aan de eredienst van de tempel. Ook de wierook bijvoorbeeld. Het bijzondere water, het wijwater. Dat werd in het Oude Testament wel geen wijwater genoemd. Maar er was wel bijzonder water dat dingen kon reinigen. Nou, er zijn bepaalde overeenkomsten tussen de Roomse eredienst en de Oud-Testamentische eredienst. Sommige dingen heeft men uit het Oude Testament overgenomen, maar eigenlijk meer dingen uit het heidendom vandaan. Bijvoorbeeld ook de beelden, die komen duidelijk niet uit het Oude Testament, want dat zou je in Israël niet kunnen maken, beelden in de tempel. Die komen duidelijk uit het heidendom vandaan. Je ziet dus dat de ceremonieën van verschillende afkomst zijn. Nu, over die heidense ceremonieën hoeven we het niet lang te hebben. Die moeten sowieso uit de kerk verdwenen zijn. En daar heeft de reformatie dan ook meteen werk van gemaakt. Maar hoe zit het nou met die ceremonieën die uit het Oude Testament vandaan komen? Zit daar dan toch niet iets goeds in? Zou je niet moeten zeggen dat je daar toch wel een vervolg aan moet geven, ook in het nieuwe? Dat je daar toch het een en ander van in de kerk moet bewaren? Zou daar niet wat in zitten? Nu, gemeente, op die vraag geeft Guido de Breij
een heel duidelijk antwoord. Hij zegt, wij geloven dat de ceremoniën en de figuren der wet, de ceremonie en de figuren der wet, dus de vooruitschaduwingen van de wet, hebben opgehouden met de komst van Christus. En dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen moet worden weggenomen. Dus de ceremonie van de wet, hè, en dan kun je denken aan de hele tempeldienst, het priesterschap, de offerdienst, maar ook de feestkalender van Israël, ja, ook die hoort bij het oude verbond, de besnijdenis, de vrijsteden en zowel een aantal inzettingen meer, zoals het jubeljaar en het sabbatsjaar en dat soort dingen, ja, die zijn duidelijk ceremonieel in het oude verbond aanwezig en hebben inderdaad in die tijd een rijke betekenis gehad. Dat waren maar geen vlammigheden. Dat waren geen spelletjes. Dat was maar niet een beetje om het volk Israël een beetje zoet te houden, heel onerbiedig gezegd. Nee, zeker niet. Dat zijn allemaal dingen geweest die een diepe zin en inhoud hadden. Zij wezen ons allen op Christus. En het oude volk Israël is daardoor voortdurend gewezen op hem die komen zou. Neem bijvoorbeeld de vrijsteden, dat je daar moest blijven tot de dood van de hoge priester. Ik heb er ooit een keer over gepreekt hier, een paar jaar geleden, dat je moest blijven in zo'n vrijstad tot de dood van de hoge priester. Wat een prediking zit daarin, nietwaar? En de offeranden, ze wijzen stuk voor stuk naar het ene offer van de Heer Jezus Christus. De priesterdienst wijst voortdurend naar de grote priester van een hogere orde die komen zou. Ieder lam, ieder stier, ieder duif die geslacht werd, ieder bloed wat vloeide in de tempel, wees naar dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. Het Pascha, dat wees op hem. Alles wees op hem. Maar het was in de tijd van de schaduw. Nog niet alles, de vervulling, was geopenbaard. Men wist dat hij komen zou. Het Israël, het ware Israël, dat dicht bij de Heer en zijn woord leeft, heeft dat altijd geweten. Dit alles heeft geen doel in zichzelf. Maar dat wijst naar iets anders, naar iets meers, wat nog beloofd is, wat nog in het verschiet ligt. Hè? Denk, in de moederbelofte was het bekendgemaakt aan het volk Israël. In vele andere beloften trouwens ook. Dat alles wees vooruit naar Jezus die komen zou. Maar Israël stond nog in de kinderschoenen. En zeg maar dat de ceremonieën van de wet zoiets geweest zijn als de plaatjes in een kinderbijbel. Zij waren nog aan de dienstbaarheid onderworpen. Ze waren nog dienstknecht en niet voluit een zoon, zullen we maar zeggen. Nog niet tot volwassenheid gekomen. Nog niet tot volle vrijheid geraakt. En zolang als dat niet was, hadden die ceremonieën dus hun betekenis en hun doel. En je ziet dan ook, als de Heer Jezus gekomen is, dat die ceremonieën verdwenen zijn spoedig daarna. Dat is iets waar veel mensen niet op letten, maar het is toch wel een gegeven van grote betekenis, dunkt mij, dat in 70 na Christus de tempel is verwoest. Wat de Heer Jezus ook al had voorzegd in zijn reden over de laatste dingen, heeft hij daar ook uitdrukkelijk over gesproken dat dat gebeuren zou, en niet zonder reden heeft hij daarover gesproken, want die tempel was ook niet meer nodig. Die was ook niet meer nodig. De discipelen kwamen na Pinksteren nog wel in de tempel, omdat het nou eenmaal het huis van hun volk was.
En omdat de offerdienst die er toen op dat moment nog plaats had, ook wees op wat Christus had gedaan, dat is zeker. Maar eigenlijk hoefde dat niet meer te gebeuren. Sinds dat het voorhangsel gescheurd was in de tempel, had de dienst van de ceremoniën geen wezenlijk doel meer te dienen. Want de vervulling ervan was in Christus gekomen. Hij is immers de vervulling van de wet, en dan niet alleen van de wet van de 10 geboden, omdat hij die in het volst gedaan en volbracht heeft, dat is ook zeker waar, en dat is ook van het grootste belang. Maar hij is ook de vervulling van de wet van de ceremonie, van de hele offercultus van het volk Israël. Daar is hij ook evenzeer de vervulling van. De vervulling van de wet dus in een dubbele zin van het woord. En daarom zegt de brei heel terecht dat die schaduwen nu in de kerk moeten worden weggedaan. Want het is immers zo, gemeente, als morgens de zon opkomt, ziet u daarna de sterren dan nog aan de hemel? Nee, die zie je niet meer. Die verbleken. Je ziet immers de zon, het licht van de zon. In de nacht zie je de sterren heel goed, als het tenminste een beetje helder is. En in sommige landen, zoals bijvoorbeeld in Israël, zie je de sterren nog veel beter aan de hemel dan bij ons. Want bij ons is het vaak vochtig, hè? En de lucht ook wat vervuild. En daardoor zie je de sterren minder goed. Maar in andere landen zie je de sterrenhemel veel beter dan bij ons. Maar overal waar je dat ook zou komen en de hemel zou bezien, overal is het zo dat de sterren verbleken zodra als de zon opkomt. En zo is het nou ook met de komst van onze Heer Jezus Christus. Die sterretjes die in de ceremoniële wet geschilderd hebben, die komen te vervallen. Die verbleken bij de volheid die in Christus is. De ceremoniën en de figuren der wet hebben met de komst van Christus opgehouden. Alle schaduwen hebben een einde genomen. Dat lazen we ook in de brief aan de Hebreeën, dat het een schaduw was van de toekomende goederen. Ze verbeelden er iets van, ze lieten er iets van zien, zoals wanneer je door de zon loopt, dan zie je je eigen schaduw, en die schaduw heeft iets van jouw model. Als je goed naar die schaduw kijkt, kun je iets van jezelf daarin terugzien. Als de zon scherp schijnt, dan krijg je een scherpe schaduw. En dan ben jij. Dat ben jij. En als je naar iemand anders kijkt, de schaduw van iemand anders, kun je zien, dat is zijn of haar schaduw. Als iemand wat krom loopt, dan is de schaduw ook krom. En als iemand wat mank loopt, dan zie je dat aan de schaduw ook, dat hij mank loopt. Maar het is maar de schaduw. Het is niet de werkelijkheid, de persoon zelf. Hè? Zo is het dus met de ceremoniën ook. Dat waren maar de schaduwen, niet de zaak zelf. En als de zaak zelf gekomen is, dan is het met de schaduwen voorbij. Alzo, zegt de brei, dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Afgeschaft dus? Nee, niet afgeschaft. Het gebruik ervan moet weggenomen worden. Dat kan niet blijven bestaan. Want stelt u voor dat wij nou nog offers gingen brengen. Dat zou toch afbreuk doen aan het ene ware offer dat gekomen is. Als wij nou nog bloed zouden laten vloeien. Daarom is ook de besnijdenis afgeschaft, verdwenen. Vervuld in de doop, niet afgeschaft, maar verdwenen, vervuld in de doop. Het bloedige sacrament is overgegaan in het
onbloedige sacrament zie je bij het Pascha en avondmaal ook. Hè. Wij hebben een onbloedig sacrament. En het Pascha was een bloedig sacrament. En de voorloper van het avondmaal, dat ging met bloedstorting gepaard. Dat paaslam werd geslacht. Maar de bloedstortingen hebben met de komst van de Heer Jezus allemaal een einde genomen. Er is geen slachtoffer meer nodig voor de zonde. Nergens meer voor is dat nodig. Want immers, Christus is geopenbaard in de wereld en het is Christus alleen. Het is niet Christus en de ceremoniële wet. Het is niet Christus en de offeranden. Het is niet Christus en de ceremonieën zoals die vroeger werden uitgeoefend. Hè, dat je zegt, vandaar, maar dat moet er ook nog bij. Dat zeiden de Judaïsten niet waar. In de tijd van de apostelen. In Colosse, de Colossenzen. En de Galaten. En ook in Rome, in de brief aan de Romeinen, speelt dat enigszins een rol. Hè, dat de apostel daarop moet reageren. Dat er mensen waren die zeiden, ja, maar die ceremonieën, die moeten nog wel terdege worden nageleefd. In ieder geval door de Joden. Maar ze zeiden ook door de heidenen, ook door de heidenen die tot geloof gekomen zijn. Die moeten zich even wel nog aan die ceremonieën gaan houden. En u weet wel hoe de apostelen daarover geoordeeld hebben. Want toen daarover in Antiochië onmin ontstond en getwist, toen hebben ze een vergadering, zeg maar een synodevergadering gehouden in Jeruzalem, waar de ouderlingen en de apostelen bijeen waren. Paulus en Barnabas waren erbij en nog vele anderen. En toen hebben ze besloten dat ja, de heidenen zich niet hoefden te laten besnijden, zich niet aan de wetten van rein en onrein hoefden te houden. Ze moesten zich alleen onthouden van hoererij, van het verstikte, van het eten van bloed. He, als ze zich aan die dingen zouden houden, dan zou het al genoeg zijn. Dus van een paar dingen moest men zich onthouden. Een paar dingen die heel belangrijk waren en gevoelig lagen. Maar voor de rest werden ze vrijgesteld van de ceremonieën van de wet. Immers, wij worden door het geloof in Christus gerechtvaardigd. En niet door het naleven van allerlei ceremonieën. Vandaar dus dat wij in onze kerken ook geen ceremonieën meer kennen. Behalve natuurlijk de doop en het avondmaal. Ja, die wel, maar die heeft Christus dan ook nadrukkelijk ons bevolen. We hebben niet het recht om daar iets afbreuk aan te doen. Maar meer ceremonieën hebben we in onze kerk niet. Ook die Romeinse ceremonieën, die hebben wij niet. Hè. De heidense ceremonieën niet. Ook niet diegenen die gebaseerd waren op het Oude Testament. Geen van alle hebben wij ze dan alleen de prediking van het woord en de aanklevende bediening van de sacrament. Want God wil zijn kerk bouwen door middel van het woord. Paulus is ook de wereld ingegaan. Predikende het evangelie van de Christus. De verzoening met God. Laat u met God verzoenen. De kerk is toevertrouwd de bediening van de verzoening. En het gebruik van alle andere ceremonieën moeten dus worden weggenomen, zegt de brei heel terecht. Dat is goed bijbels, goed gereformeerd ook. Hè. Gereformeerd is bijbels en bijbels is ook gereformeerd. Hè. Dat is eigenlijk een isgelijkteken met elkaar. Dat moet worden weggenomen. En hoe zit het dan met kerst, zult u zeggen? Hoe zit het dan met Pasen? Hoe zit het dan met Pinksteren en Hemelvaartsdag en Goede Vrijdag? Zijn dat dan allemaal geen dingen die zomaar zijn ingevoerd? Zonder dat ze in de Bijbel ons worden opgedragen? Nou, gemeente, dat laatste is op zich waar. Er staat nergens in de Bijbel dat wij ieder jaar de geboorte van de Heer Jezus moeten gedenken. Er staat nergens in de Bijbel dat we ieder jaar de hemelvaart moeten gedenken. Maar ik wil u er wel op wijzen dat daar geen enkele ceremonie aan zit. Want wat doen wij met kerst? We komen alleen maar in de kerk. Om het woord te horen. Dat is alles. Meer niet. Wat doen we met Pasen? We komen alleen maar in de kerk om het Pasen-evangelie te horen. Wat doen we met Pinksteren? Nou, ook niet anders dan Pinkster-evangelie. Wat doen we met Hemelvaartsdag? Nou, dan wordt de hemelvaart van Jezus wordt
uitgelegd en daar wordt over gepreekt. Hè? Dus het gaat alleen maar over de verkondiging van het woord. Dat heeft dus helemaal niets met ceremoniën te maken. En het is niet meer dan logisch dat de kerk van alle eeuwen, het overgrote deel van de kerk van alle eeuwen, de behoefte heeft om ieder jaar wel de heilsfeiten bij langs te laten komen in het kerkelijke jaar. En dat is niet meer dan logisch dat ze dat willen en dat ze dat ook doen. En we kunnen immers de grote daden van God niet vergeten, toch? De grote daden van God, de verlossingswerken die Hij in Christus gedaan heeft, zouden we die niet telkens weer herdenken en bij langs gaan? Het nut wat daarin zit, eruit halen. He, dus dat heeft niets te maken met het invoeren van ceremonie. Dat wordt de kerk wel eens verweten. En jullie hebben toch ook allemaal weer dingen ingevoerd? Nee, dat zijn geen ceremonie. Dat is enkel en alleen maar dat er dan gepredikt wordt over een bepaalde zaak die in Christus volle waarheid heeft. De grote heilsfeiten die door God zijn verricht. Dus ze moeten worden weggenomen. Ze hebben hun waarheid en substantie, hun wezen, hun feitelijkheid. Die hebben ze in Christus, in welke zij hun vervulling hebben. Ze hebben daar de vervulling in Christus Jezus. En dus als wij denken aan al die ceremonieën, moeten we aan Christus denken. Dan moet je altijd bij Christus uitkomen, zoals trouwens bij het avondmaal ook gezegd wordt. Je moet niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar je hart een opwaartse leven verheffen. We hebben het straks gehoord. Maar Jezus Christus is onze voorspraak. Hè? Dus daar worden zelfs de ceremonieën van het avondmaal, die worden voluit op Christus betrokken. Hoewel ze door Christus zelf zijn ingesteld, gaat het enkel ook bij doop en avondmaal om Christus alleen. Je moet ook niet aan het water van de doop blijven hangen. Je moet op het bloed van Christus zien dat reinigt van alle zonden. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen genomen uit de wet en de profeten om ons in het evangelie te bevestigen. Ja, want Paulus schrijft ook dat het evangelie getuigenis heeft van de wet en de profeten. En doen wij dan de wet teniet door het evangelie? Nee, wij bevestigen de wet. De wet van de zeden, de 10 geboden, maar ook de wet van de ceremoniën, die bevestigen wij als we op Christus zien en aan Christus hangen. Want immers al die dingen spreken van hem. Mozes heeft van mij geschreven. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. En Mozes heeft eigenlijk in al die wetten, al die ceremoniële wetten, het boek Leviticus bijvoorbeeld, heeft hij van Jezus geschreven. Hè? Dus als je nou de Bijbel leest, sla dat boek nou alsjeblieft niet over. Denk nou niet van, ja, daar houden we ons toch niet meer aan. Vooruit maar, dat, we gaan wel gelijk door in het boek Numeri. Waar trouwens ook nog wel ceremoniële wetten in staan. En Deuteronomium, daar staan er trouwens ook nog in. Maar die slaan we dan maar over, want die hebben toch geen waarde meer. De waarde ligt in Christus, de getuigen van hem. En daar moeten we goed bedenken, gemeente, dat als we daarvan lezen, van dankoffers en spijsoffers en brandoffers en zondoffers en andere offers meer, dat allemaal van hem getuigt. En dan moet u maar eens nagaan, wat zou dit nou van Jezus willen zeggen? En dan kom je heel wat op het spoor. Heel, heel wat. Eén voorbeeld gaf ik straks toen ik het over die vrijsteden had, tot aan de dood van de hoge priester. Wat een getuigenis van aangaande Christus ligt daar alleen al niet in. En zo zijn er duizenden dingen meer. Hoe bijvoorbeeld het Pascha gevierd moest worden, dat getuigt volledig van Christus. Geen been van hem zal worden gebroken. Dat mocht bij het paaslam ook niet. En dat werd bij Christus aan het kruis ook niet gedaan. Hè? Het getuigt alles van hem. Vandaar dat hier dus staat, we gebruiken ze nog. Die getuigenissen, we lezen ze allemaal nog. God heeft ze ook niet uit de Bijbel weggenomen.
Hij heeft niet tegen ons gezegd van neem nou alleen het Nieuwe Testament maar en laat het oude maar liggen. Of laat bepaalde boeken uit het Oude Testament maar achterwege. Bijvoorbeeld het boek Leviticus dat enkel over offers gaat en die brengen jullie toch niet meer. Dus daar hoef je niet meer in te lezen. Ja, lees dat wel. Want er is geen boek in de Bijbel dat zoveel getuigt van Christus als het boek Leviticus. Echt waar het. Dat getuigt van het eerste hoofdstuk tot het laatste. Voortdurend van hem. Intussen gebruiken wij nog die getuigenissen uit de wetten en de profeten om ons in het evangelie te bevestigen. Hè. Wij zien er de rijkdom van Christus nog te meer door in als we zien hoe uit die schaduwen vandaan al op hem gewezen is. Hè. Je leert nog meer te zien wie Christus is, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer volgens zijn wil. Want er staat ook in het Oude Testament ontzaglijk veel geschiedenissen, inzettingen, koningswetten, krijgswetten in het boek Deuteronomium. Ik geef maar een paar voorbeelden. Nou, daar kun je heel wat uit leren voor ons gedrag, voor onze handel en wandel op nu, hoe je met de armen moet omgaan. Daar kunnen wij ook wel wat van leren in onze welvaartszijd. Hoe je met de armen moet omgaan. Niet alleen de armen bij ons hier, maar ook de armen wereldwijd. Daar kunnen we nog heel wat van leren uit het woord van God. En wat dacht u van de profeten? Hoe die gesproken en gediend hebben. Lees maar. Trek er maar lering uit hun waarschuwingen. De oordelen die ze hebben aangekondigd. Er zitten ook voor ons waarschuwingen in. Al die dingen zijn er om ons leven aan te reguleren. Hè? Tot een regel voor ons leven te dienen. Hè? Al die geschiedenissen van de koningen van Israël en zo. Hè? Er zit in ieder hoofdstuk zitten lessen voor u en voor mij. Opdat we zouden leven in alle eerbaarheid. Deugdelijkheid tot Gods eer. Ja, als u wilt, dan wil je toch niet anders. Ja, als je de Heere hebt leren kennen, dan wil je toch niet anders dan naar Gods eer leven. Volgens zijn wil. Om de wil van God te doen en dat van harte. Daar heb je de schrift voor nodig. Want al de schrift is van God ingegeven. Nuttig tot lering, onderwijzing, vermaning en vertroosting. En al die dingen meer. Die kunnen we allemaal vinden in het woord van God. Dus de ceremonieën hebben een einde genomen. Waar het om gaat, dat hebben we in Christus. Dat is niet kwijt. Dat is niet weg. Dat is niet in de ijle lucht vervlogen. Nee, dat ligt allemaal in hem opgestapeld, die schatten zijn nog steeds in hem te vinden. En de schriften getuigen daar nog van. En we kunnen nog zoveel leren daaruit. Van wie Christus is, maar ook wat wandelen in de vreze des Heren betekent. Daar is het Oude Testament heel belangrijk voor om dat te leren. Hè? Dus maar vooral Gods woord, ook niet stukjes daarvan, ongelezen laten, wegwerpen, want het zijn de schriften die van Jezus getuigen, tot op de dag van heden toe. En er zal geen letter, geen titel, geen jota vanaf gaan.